Vandaag is het jaardag, dat betekent dus dat wij de hele dag op alles wat hun zeggen, ja, moeten gaan zeggen. Wat is er aan de hand, Jesse? We willen naar een museum. Museum? Ja. Oké, nou, we zitten hier bij de volgende, als je goed kijkt, dit meisje lijkt echt precies op Pip. Moet je kijken, man. Pip slaat op de pillen ook, hè. Wow, kijk eens hoe groot. Oh, dat is wel handig, hè. Stoppen we de kinderen even in, hebben wij voor rust. Jongens, het wordt echt tijd dat ze eten krijgen, hoor. Pip, die rent, ik ga even vragen waar het blijft, jongens. Kijk dan. Yes, welkom bij een nieuwe video van... De Bakkertje! Ja jongens, een gloednieuwe video voor jullie. Ja. Hoe is het? Dit is Jesse trouwens. Ja, ik ben moe. Hij is moe. Ja, ja, want het is nog heel erg vroeg. Dit is een van de laatste dagen van de vakantie. Ja. Maandag moet ze weer naar school. Pip heeft er wel zin in. Oké, maar gisteravond zaten wij aan tafel. Zaten we denken, wat voor leuke video kunnen we maken? En toen kwamen jullie op het idee... Ja, dag. Dat is van een film. Ja. Yesterday. Zo heet die ook. Ja, hele leuke film. En we hadden zoiets van, nou, misschien kunnen we dat inderdaad nog gaan doen. Dus we zijn lekker vroeg opgestaan. En vanmorgen vroeg ik aan Sam en Jesse, oké, vandaag is het jaardag. Dat betekent dus dat wij de hele dag op alles wat hun zeggen, ja, moeten gaan zeggen. Oké, ik wil naar Amsterdam. We gaan naar Amsterdam toe! Yeah! Ja! Ja, we gaan naar Amsterdam. We gaan snel de spullen pakken, want dan zijn we lekker vroeg daar zo. En ja. Ik ben benieuwd wat voor dag het gaat worden. Nou, Irm die is er ook. Ah. Ik heb een mooie jas aan. Pip heeft de jas eruit getrokken, die heeft er zin naar Amsterdam te gaan. Sam heeft de jas ook gelijk. Sam, de hele dag gaan we ja zeggen. Mag ik een snoepje? Dus de hele dag op activiteiten. Op activiteiten? Is snoep eten een activiteit? Ja, nou ja, eten. Ja, dat vind ik wel. Dus mag ik een snoepje? Ja! Ja, en ook voor jou, ja! En ook voor Jesse, ja! Ja! Nou, ze zijn heerlijk snoepje aan het eten. Ja! Hé, maar wie heeft gezegd dat je op je telefoon en je tablet mag? Je mag dat! Huh? Mag je dat? Ja! 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 Hoe zijn jullie? Heb je zin in, Pip? Ja! Ja! Ja, inderdaad! Nou, we zijn onderweg. Oh, ik krijg Jesse. Hier 87. Wat is er aan de hand, Jesse? Twee Lamborghinis, hij ziet twee Lamborghinis, jongens. Nou, waar zijn ze? Ik zie hem daar. Waar komt hij? Ja, remmen, je kunt. Hij komt deze kant op. Hij wordt helemaal gek, jongens. Jeetje, ja, ik zag er ook maar één. Voor de keer een witte en een... Hij had een keer een Lamborghini gezien. Oh, ik dacht een Bugatti. Nee, Lamborghini. Hij heeft twee keer in een Lamborghini gezeten. Zo, kijk hem mooi. Nou, Jesse vindt het helemaal geweldig, jongens. Hij is echt laag. Dan kunnen ze overheen schansen met onze auto. Er komt ook nog even een Bentley voorbij, jongens. Oh, een foto. Hier een Lamborghini. Hier een Bentley. En wij een Dodge Ram. Nog mooier. Goed, jongens en meisjes. Nou, we zijn bijna aangekomen. Alleen, we zitten hier in Amsterdam. Maar wij zijn natuurlijk echt de dorpse mensen. Dus dit is echt de grote stad voor ons. Waarin alles door elkaar heen gaat. Net zat al op de trambaan in. Kan niet. Maar nu zitten we goed. We moeten daar ergens zijn. Yes, jongens en meisjes. Nou, we zijn aangekomen in Amsterdam. Het is echt mega druk. Ik kijk duiven. Die vliegen hier gewoon rond. Die hebben allemaal gidsen daar zo. Nou, dat kennen wij ook helemaal niet waar wij wonen. En hier een heel raar kind. Wat is dat dan weer? We zijn in Amsterdam. Jullie wilden naar Amsterdam. En nu? We willen naar een museum. Museum? Ja. Ze hadden net op de tablet gekeken. Er is een of ander museum hier zo met allemaal rare dingen. Ik weet het ook niet precies. Maar het moet hier zijn, dus dat gaan we als eerste doen. Nou, we zijn er, jongens. Ik heb echt geen idee wat het allemaal gaat zijn. Wow, kijk eens even. Helemaal uit hout gesneden Bugatti. Jesse. Ja, Bugatti. Oké, dit wordt leuk, jongens. Ja, helemaal er tegenaan duwen. Oké, daar komt ie. Oh, wat grappig. Dus kom nou eens kijken. Dit is jouw hand, Pip. Oh, wat leuk! Voel me ondertussen heel erg bekeken door deze man hier. Wat? Wat kom jij praten nu? Die is dood! Ja, die is al aardig dood, ja. Heb je deze gezien van een beer? Pip zegt die is dood. Ja, zit ja. Even uit. Oh jee, een beer. Nou, echt super leuk, want nu krijgen we dus een keuze. We kunnen kiezen uit twee verschillende dingen. En dat is namelijk, we kunnen de enge route gaan doen. Nou, dat ziet er inderdaad heel eng uit. Of de chicken route. Oké, dus wie is de stoer? Wie is de stoer? Ik. Ja, en wie is de chicken? Maar Pip, dit is eng. Dit is eng. Kijk, ziet al. Ja, ik denk dat het voor Pip niet handig is om te gaan. Sam en ik gaan even deze kant op. En jullie moeten even zo doen. Daar, chickens. Ja? Kom jij met mij mee? Oh, nou, Pip is geen chicken. Ze wil wel ogen. Ik zie echt helemaal niks, jongens. Toch niet? Em? Pip komt weer die kant op. Sam! Waar ben je? Wat
Schrok je niet? Nee. Oh. Hier, dit is al mogen, jongens. Oh, ja. Lekker ding, Sam. Oké, nou, we zitten hier bij de volgende, jongen. Als je goed kijkt, dit meisje lijkt echt precies op Pip. Moet je kijken, man. Zo, die lijkt weer op Pip. Wat? Alleen deze praat niet zo'n kind. Pip. Wow, kijk eens hoe groot. Wat? Ja, ze voel ik ook zelfs als ik op de bank plof. Dat is straks chips. Oké, jongens, wat is erger dan 1 yes hebben? 2 yes hebben! Wat is erger dan 2 yes? Allemaal yeses hebben! Ah, dat is allemaal yes! Het lijkt net even echt helemaal. Echt heel bizar dit. Ik moet mezelf gewoon vasthouden aan de reden. Het is echt bizar dit. Het lijkt net alsof je helemaal zo gaat. Oh, ik moet me gewoon vatten, anders val ik gewoon af. Zeg, hou je vast, hou je vast. Wat een gek gevoel is, hè? Zo. Nou, ik weet niet of jullie de laatste video hadden gezien dat we naar Toverland waren. Daar had je zo'n ding en daar kregen we een muntje. En die hebben we verstopt. En Pip heeft er nu ook zo eentje gedraaid en die gaat hem nu ergens verstoppen. Oké, hieronder, jongens. Oké, dus als jullie ooit in dit hotel komen, dan zit hij hier achter deze vering. Hey, high five. Hey, en als iemand hem nou vindt, dan moet ze hem op Instagram laten zien aan ons. Zullen we dat doen? Ja. Ja. En dan komen enge mensen hier. Enge mensen? Zo. Enge mensen? Ja, toch? Ik zie er al eentje. Goed, nou, we zijn even lekker wat aan het drinken. Als jullie dachten van, hey, we gaan naar het museum toe voor dat muntje die Puffers op dat. Dat muntje is alweer terug hier zo. Jullie willen nog eens heen? Ja, we hebben nog een keer naar het museum. Nog een museum? Het technieklab museum. Het technieklab museum? Alleen maar... Technieke dingen doen. Technieke dingen, maar je denkt 1 museum per dag is niet genoeg dan of zo? Nee, maar nou, daarom. Wat zeggen wij daarop, Him? Ja! Lopen er vandoor, staat hier een man, hè? Het Pips laat het weer lopen. Wat een gekke manier. Nou, we gaan, jongens. Nou, goed, jongens en meisjes. We zouden nu de auto gaan halen om naar die volgende museum te gaan. En deze zijn aan het protesteren hier zo. Oh, het is een vrouw protesteren ergens tegen. Hoe kunnen we naar de mama toe komen? Mama zit aan de overkant, die zit daar. En nou, Pip? Goed, we zijn echt een stelletje amateurs, jongens. Wij moesten, zeg maar, daar zijn. Maar nu gaan we, zeg maar, daar onderdoor. Ook leuk. Het is een eitunnel, jongens, maar daar moeten we helemaal niet zijn. Nou, 100 jaar verder, maar we hebben een parkeerplek gevonden. Leuk idee, jullie, met je jaardag. Ja? Ja. Ja. Nee. Zo, nou, dit is wel mooi, jongens. Kijk eens. Maar we zijn aangekomen. We gaan lekker wetenschappelijke proefjes gaan we doen, volgens mij. Nou, dit zijn Pip en Sam. Ik zit al eerder hier in en na de Sam. Ja. Oh, dat is wel handig, hè. Stoppen we de kinderen even in, hebben wij voor rust. Onze eerste wetenschappelijke proef, kijken of het goed gaat. Even. Oh, dit ziet er wel echt heel tof uit, jongens. We hebben echt allemaal, kijk, dit zijn allemaal van die experimenten hier zo. Jesse vindt dit volgens mij ook heel erg leuk. Ik weet niet of dit... Ik weet niet of ze dit ermee bedoelen, schat. Nou, dit hebben we natuurlijk al vaker gedaan. Nou, Pip, jij bent in de mini, jij bent zo klein. Ah, in de mini zijn we het, jongens. Nou, dat hebben we natuurlijk al een paar keer gedaan met de virus, maar het blijft wel grappig hoe het lijkt alsof de ene heel groot is en de andere heel erg klein. Sam, nu moet je goed luisteren wat ik zeg, hè. Denk nu aan een kleur en een gereedschap. Hard op zeggen. Hamer. En welke kleur? Oranje. Oké, nou, dan gaan we kijken, want hier staat dus denk aan een kleur en een gereedschap. Oké, nou, dag Sam aan een... Kijk eens. Is toch een hamer? Een hamer en... Nou, rood is hij. Bijna oranje. Nou, ze zijn hier bezig met van die zwarte blokken hier in deze gaatjes aan het doen. Wat Sam volgens mij niet door heeft. Dus je moet kiezen. Nooit meer snoepen. Elke dag verplicht hardlopen. Nou, wat is Sam aan het doen? Die kiest voor nooit meer snoepen. Die zit het hele ding aan het volmaken. Er staat nooit meer snoepen. Ga je nooit meer snoepen, nee? Nee, wel gaan volmaken. Oké, okay, jongens en meisjes. Nou, we zijn even lekker gaan chillen. Het is wel erg druk hier. Zo. Dat is wel een beetje jammer. Want de kinderen lopen allemaal elkaar te zagen. Ik wil erbij. Papa, ja. Mag ik 10 trojachten euro? Nee. Ik ben af. Hè? Je bent af. Je moet afleveren. Dingen doen. Je moet dingen geld. Je moet geld geven om te doen. Moet je dingen... Wat wil jij met 10 miljard gaan doen dan? Poker. Oké, ja. Nou, we gaan er vandoor. Nou, ze mogen nog heel even iets uitzoeken. Dan niet dit soort dingen. Maar kijk, dan zie ik hier wel een vloggershandboek. Jesse, wil je vlogger worden? Nee. Nou, dag. Het was net niet.
Ja, ja. Hé, hey, dat vind ik een beetje eng. Kom, we gaan even door, want kijk eens wie er weer als laatste zijn. Nou, ze komen ons alles halen. Hé, hey, bedankt hè. Tot ziens. Doei. Ja, ze hadden het inderdaad... dus we moeten nou eerst gaan uiteten. We gaan nu uiteten. Okay. Nou, wat zeggen we dan? Ja. Ja. Oké, okay, nou we gaan lekker uiteten. En inderdaad, net waren we hier naar het kijken en dan zag je van die rondvaartbootjes. Dat is natuurlijk inderdaad ook wel leuk. Nou, daar zeg ik geen nee tegen, toch? Daar gaan we geen nee tegen zeggen. Nee. Jongens, we hebben een restaurant gevonden. En kijk eens even. Wat een uitzicht. Oh, wat een goed idee, Pip, om uiteten te gaan. Ja. Wel, hè? Nee. Oh, was er... Jesse, wat een goed idee om uit eten te gaan. Ja. Mogen we naar het eten bij de wedding-toetje? Em, mogen ze na het uit eten en als we terug gaan, mogen ze dan nog een toetje bij de McDonald's? En ik een toetje thuis. Ja. Goed jongens, we zijn een drie kwartier verder. Ja, proost, hij hoeft u weer niks. Nou, na drie kwartier krijgen we eindelijk ons drinken. Na 20 keer vragen, maar we hebben 2 flesjes gekregen. Laat maar weten naar een ander restaurant. Hier is het druk, zeg. Dat is echt niet normaal, joh. We kunnen het gewoon niet aan. Wij willen ook heel graag boos weglopen, alleen het probleem is, we hebben al betaald. Dus dan benaderen we onszelf. Nee, we hebben ook betaald. We hebben geld teruggevraagd. Ja, dan gaan wij toch ook doen. We hadden nog een cola en een kassa verzeld, maar die kassas hadden ze niet. Dus nu gaan ze iets anders doen. Yes, ze willen hier gewoon weg. Nou, ik ben benieuwd wat er gaat komen, of er iets gaat komen. Ze is nu weer nadruk bezig. Nou goed, jongens en meisjes, we zijn nu 1,5 uur verder in totaal. Maar kijk eens wat ze hadden. In één keer hadden ze toch wel nog kassas ergens. We zitten nu nog te wachten op ons eten. En mensen gaan allemaal boos weg hier zo. Al deze lege tafels zijn gewoon van mensen die te lang hebben gewacht. Ja, die zijn allemaal aan het weggaan. Betaald hebben met QR-code. Ja. Ze kunnen niet weggaan. Pip die denkt, ik ga even vragen waar het blijft, jongens. Kijk dan. Is zo bijna dit gaan eten. Ja, neem hier maar een hapje van. Ah. Zei die? Zegt hij helemaal niks tegen jou? Oh, zei die? Oh, nou snap ik het. Oh no. Oh no. Wat een leuk idee die ja dat van je, hè? Leuk man. Dat we hier lekker bij een restaurant zitten al 100 uur. Daarom moeten kinderen geen ja-dag doen, alleen maar ja. Papa en mama weten alles veel beter. Nee. Hebben jullie idee naar dit restaurant? Nee, jullie wel naar een restaurant. Ja. Volgende keer doen wij een ja-dag. Ja, volgende keer doen wij een ja-dag. Dan moeten jullie alles doen wat wij zeggen. Oké. Okay. Oh. Jullie mogen nou alvast één ding zeggen. Ga een dansje doen. Jongens, het wordt echt tijd dat ze eten krijgen hoor. Oké, nou we hebben een update hoor jongens. Ik kwam net de kok, die kwam naar ons toe, want we hadden voor Pip gevraagd dat de pasta apart komt van de pianne. Ja, eigenlijk hebben we eten. Alleen voor Pip. Nee, maar die kok die werd eerst ook zagrijnig op de bom, want hij zei nee, dat kan niet. En toen hadden wij gezegd, jammer, dat kan wel, hadden ze gezet. Ja, hij is nog niet eens klaar. En er zit helemaal water in, hè? Ja, er zit water in. Hij is niet eens klaar. Nou goed, na 2,5 uur was het voor jou was lekker. Nou jongens en meisjes, we zijn er vandoor gegaan. We hebben gezegd, laat het eten om maar zitten, want het schiet gewoon niet op. Ja, dat is echt bizar. We kregen ons geld terug via de administratie. Ja, dat kregen we ook niet eens terug, hè? Maar dan kregen we wel... Hij zegt, ja, om het goed te maken krijgen we een... Kregen we al een tas vol met... tas met drinken. Maar we hebben honger! Gaan eten zoeken. Ja, nou goed, we hebben in ieder geval drinken. Sam die was er helemaal... Oh jee, oh dan gaan we... Pas Sam... Oh... Nou jongens, dit restaurant vond echt waardeloos. Ik zeg jullie wel eerlijk, er was een jongen die ons... Hier niet Fabiano. Ja, Fabiano. Niet naartoe gaat. Ze kunnen het niet aan. Nee. Maar ik moet wel zeggen, die manager die deed wel aardig. Ja, hij deed echt super aan. Maar hij had een heel nieuw team, zei hij. Ja. En hij zei ook van, ja, we kunnen het gewoon niet aan. Dus ja, haal dan minder klanten binnen. Ja, want inderdaad. Als je die aan kan, ja, dan gaan allemaal boze mensen naar huis. En er was één jongen die er werkte en die was echt, die zat hele, die ging alle tafels heen langs om sorry te zeggen. Sorry. Ja, volgens mij was hij daarvoor ingehuurd. Ja, hij is ingehuurd om de hele tijd sorry te zeggen. Maar vervelend, maar we gaan snel op zoek naar iets te eten. Iets te eten, maar wat kunnen we nu nog eten? Het is echt vet laat nu. We zouden eigenlijk nog met de rondvaartboot gaan, maar dat kan dus ook niet meer. Nee! Wat? Ja, in de bootje, maar dat kan niet door Fabio. Goed, nou jongens, dat was ons restaurant. En waar zijn we nu terechtgekomen? In de McDonald's. In de McDonald's. Nou, we gaan even lekker McDonald's eten. Was niet helemaal de bedoeling, we hebben ook geen rondvaart meer kunnen doen. Sammetje. Ja. Dit was het. Ja. Jullie jaardag. Kom, mogen we nog een keer. Nee, ja. Nee. Dus, nee. Mag dat? Om deze jaardag op te schrijven. We waren nog niet afgelopen, pas was de video voorbij. Dus mag het? Ja.
Ja. Maar goed, als ze hebben geslapen, kon ik daar al zo zeggen nee. Ja, ja. Nou, daar zijn ze druk aan het spelen en wij gaan ervoor door. Helaas was het einde een beetje jammer, hè? Ja. Ja, maar goed, we hebben wel met twee museums geweest en we hebben een leuke dag gehad in Amsterdam. Wij gaan ervoor door. Als mensen nog geen abonnee zijn, moeten ze... Abonneren! Abonneren, tot de volgende keer! Doei!